In het westen van Suriname zal de komende periode meer ontwikkeling worden gebracht. Voornamelijk in het reisdistrict Nikeri zullen er veel veranderingen komen, zei president Chandrika Prasad Santokhi tijdens een werkbezoek aan het westen het afgelopen weekend. Behalve een nieuwe markt in Nikeri zal de brug over de Quarantainrivier meer ontwikkeling in het gebied stimuleren. Het staatshoofd benadrukt dat de overheid zoveel als mogelijk deze ontwikkelingen wil gaan faciliteren. De brug gaat niet alleen brug zijn, maar het gaat een verbindingsweg zijn naar de weg richting zuiden van Guyana, noorden van Brazilië. Waardoor alle producten van Brazilië richting Nikeri, naar die shorebase, gebracht kunnen worden. Ga je werkgelegenheid krijgen. Dus er gaat veel gebeuren in Nikeri. Wat moet de staat doen? Ondersteunend bezig zijn, faciliterend bezig zijn. De president zegt dat zijn regering vastberaden is om meer ontwikkeling te brengen waarbij Nikeri alle kansen zal krijgen om zich te ontwikkelen. Waar er problemen zijn, zullen er oplossingen komen. Echter wijst het staatshoofd erop dat problemen samen met belanghebbenden opgelost moeten worden. Er is een probleem van paddyprijs. Laten we samen oplossen. Laten we kijken wat de wereldmarktprijs is. Laten we kijken hoe we afzetmarkten kunnen creëren. Maar samen gewoon oplossingen zoeken die in het voordeel is van alle partijen. En zo gaan we alle problemen ook oplossen. Het enige wat ik wil zeggen, we hebben 3 jaar moeilijke tijd gehad. We waren bankroet. Iedereen is vergeten dat we bankroet waren. Na 3 jaar kunnen we zeggen, we zijn eruit. We zijn uit die crisis. We zijn uit die hervorming, we zijn uit de stabilisatie en nu gaan we naar de fase van groei, economische groei. Dat wil zeggen meer investeringen vanuit de particuliere sector. En dat zijn jullie allemaal, want het gaat groeien. Dus u kunt investeren in productieverhoging, u kunt investeren in appartementbouw, alles gaat volraken. U kunt investeren in hotel. President Santokhi zegt dat in deze periode er meer investeringen moeten komen. Eind november zal het staatshoofd weer een bezoek brengen aan Nikeri, waarbij een aanvang zal worden gemaakt met een woningbouwproject, de Hazard. Daar zijn er volgens het staatshoofd 400 percelen beschikbaar voor behoeftigen. Santokhi riep daarom het volk op om zich te registreren voor een perceel.